Het is uiteraard meer dan logisch dat we ook richting Nacht van het Zoete zijn uitgekomen. Een impressie gaan wij maken, zodat je straks ook op je gemak, als het ware, even nog kunt nagenieten van al wat hier te beleven valt. En er valt hier heel wat te beleven, dat weet je. Weet je, we gaan hiermee starten. Kijk maar rustig mee. Voor elk wat wils natuurlijk op de Nacht van het Zoete naast mij staat mevrouw Van Kouwenbergen, PR van Range Rover inderdaad, hè? En jullie als prestigieus merk willen hier natuurlijk ook zijn. Ja, inderdaad. Wij kunnen hier, vind ik, niet ontbreken. Voor ons is knokken echt wel een zeer belangrijke plek en de Nacht van het Zoete natuurlijk is een heel leuk moment, een heel leuke omgeving om ons exclusieve product te tonen. Wij zien hier in ons Range Rover House, stellen wij een nieuwe Range Rover SV tentoon. Dat is eigenlijk de Neck Plus Ultra van ons Range Rover Gamma. De Range Rover SV, Bespoke, als ik het volledig omschrijf, is eigenlijk het model dat tot in het ultieme, tot in het uiterste kan gepersonaliseerd worden. Hoe ultiem is dat dan? Oh, dat gaat heel ver. Dat gaat in een oneindige aantal kleuren die mogelijk zijn. Dat gaat over de binnen, zowel de exterieur als de interieurkleuren. Dat gaat over de afwerking, over bepaalde badging. Dat gaat heel ver. Er is zelfs een match to sample waarbij dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar, u vindt dit een leuk kleurtje, u wil de wagen in die kleur, want dat kan. Wij kunnen perfect dat helemaal op maat ontwikkelen. Tot in het extreme hoor ik een beetje. Tot in het extreme, absoluut, absoluut. De wagen die u hier ziet eigenlijk, dit Expo-model, is een wagen die enkel op dit moment in de Benelux te bezichtigen is hier in Knokken. Dus dat onderstreept nog eens het belang voor ons van Knokken als toch wel heel mooie hotspot voor luxe merken, waaronder natuurlijk Range Rover. Bedankt voor de toelichting, nog een fijne avond. Of kan ik beter zeggen, nog een fijne nacht. Dat kan u zeker, dankjewel. Alsjeblieft. Met veel plezier. Nacht van het Zoete, oké, daar hebben we het al over gehad en daar zijn we nog steeds natuurlijk. Kunst is daar ook een super onderwerp. Naast mij Guy Pieters, trots zie ik, hè? Inderdaad, god ja, je straalt. Ja, in weerwil van de slechte weersberichten is het een prachtige zonnige avond geworden. Het publiek is aan massa gekomen. De tentoonstellingen van Manolo Valdés en Jan de Kok, waar we middenin bevinden, hebben een belangstelling gehad als nooit tevoren. Het was een highlight van alle Nacht van het Zoete van de laatste 10 jaar vandaag. Tussen haakjes, in verband met dat weer, u heeft dus een kaarsje gebrand. Ik heb geen kaarsje gebrand. Ik dacht zelf de magie in hand te hebben om de hemel te laten opklaren. Maar het is helemaal niet nodig geweest. Oké. De tentoonstelling dan, een klein woordje uitleg daarover. Wat heeft men hier vanavond allemaal kunnen bekijken? Het oeuvre van Jan de Kok, die nu de Brugge verblijft, de Brusselaar is van herkomst. Jan de Kok, een beetje het avant terrible van de Vlaamse hedendaagse kunst. Die onder andere heel jong in zijn carrière tentoonstelling heeft gehad in de Modern Art in New York, de New Tate en in vele grote musea doorheen Europa. Hij heeft durven te breken met de traditie van het avant-gardisme om naar klassicisme terug te gaan. Een klassicaal move, een nieuw platform om de 21e eeuw verder in te gaan. Ik zie dat je reuze tevreden bent van de avond van vandaag en ook van wat je hier tentoonstelt, hè? Ja, reuze tevreden. Niet alleen deze tentoonstelling, ook de Manolo Valdés tentoonstelling in onze 2 andere galeries. Maar het was een walk-over, het was een massale bewandeling. Het was weer wel de Nacht van het Zoete op zijn best. Top en geniet nog van de nacht. Wij genieten ervan. Top. Allee, kom aan. Christophe ook op de nacht van de... Op het Nacht van het Zoete. Ja, inderdaad. Volop ambiance. Je straalt, hè? Ja, het is hier fantastisch, hè? Superleuk. En fantastisch mooi weer. Alleen het staat hier verschrikkelijk luid. Je gaat nog een beetje blijven genieten, hè? Nog een paar uur. Ik ga nog even blijven, absoluut. Nog veel plezier. Thanks. Dank u wel.
moeten toch nog even langs gaan bij 100 jaar Memling naast mij, Christophe de Klerk. Ja, je hebt al een paar keer meegemaakt, denk ik, hè? Zoete nacht. Ja, en het is altijd een super evenement. We hebben de laatste tijd een beetje minder goed weer gehad. En vandaag plots zoete nacht van zoet en plots schoon weer. Allemaal leuke mensen. Het is weer super. Ja. Echt een fantastisch evenement. Het kan toch eigenlijk niet beter, hè? 100%. Het weer valt mee. Massa's mensen. Overweldigend. En ook zie gelukkige mensen. En dan ben je ook gelukkig zien mensen die lachen. Ze willen genieten. Gelukkige mensen. Allee, ik vind dat ook. Heel, die catwalk ook. Die mannequins. Lachen. Straal iets uit. Ik vind het wel super. Echt waar. Er kan maar één nacht van het zoete zijn, hè? Inderdaad, er is maar één van het zoete. Moet niet elke week zijn, één keer in het jaar. Alles mag en alles moet. En super, echt waar, schitterend. Echt geniet waar. Er nog verder van. Dankjewel. Voilà, wij hebben hem beleefd, de nacht van het zoete. En jullie ook met al de beelden die net gepasseerd zijn. Op naar de volgende. Wij hebben er meer dan zin in.